Vriendelijke kinderen, hè? Hey, boetie, 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 boetie. Oh, koetje, 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 koetje. Oh, ze zijn al zo groot. Oh, en niet scheiden. Ik in die voetjes. Oh, ja. Oh. Oh, ja, jij bent een mooie baby. En jij bent ook een mooie baby. Ja, oh, we zijn zo goed voor elkaar zo met z'n vieren. Ja, echt wel. Oh. Misschien moeten we groter gaan wonen. We hebben Pip en Sam hun eigen kamer. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid voor jonge ouders. De één-kind-politiek wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingevoerd. Ouders hebben tot morgenavond de tijd om hun overtollige kinderen af te staan. Dus onthoud, één kind, Nederland wint. Ja, nou, het lijkt mij wel duidelijk, toch? Pip. Sam. Pip. Sam. Sam. Pip. Duidelijk, Sam. Het is toch duidelijk, Pip? Kun je hem elkaar geven? Sam, die heeft wel heel lekker doorgeslapen vannacht, toch lieverd? Ja, maar Pip, die heeft zijn hele flesje leeggedronken. Melk is op. Zullen we dat zo van naar de winkel? Ja, daar hebben we toch geen tijd voor nu? Nou, je wint tijd als je de tijd neemt. Ja, de oppas vindt Sam de leukste, hè? Ja. Maar Pip, die is nooit koud, hè? Nee, die is lekker warm, hè? Ja, shalom, ja. Ja? Ja? Heb jij de boodschappentas? Ja. Ja. Wist je dat Sam nu ook spruitjes lust? Hij eet zijn groentehapje altijd helemaal op. Oh, maar we zien dat Pip een trucje heeft geleerd. Ja, ik ben maar... Kijk. Oké. Maar Sam, die... Die kan nu ook zwemmen. Ja. En ook onder water. Hij kon inderdaad zo 20 seconden onder blijven. Oh, ik heb er nog één. Sam, die kan ook gooien. Ja, kijk maar. Doe maar, lieverd. Score maar voor mama. Ha, ik zei het toch. Opscheppen. En Pip die heeft al een tandje. Oh, echt niet. Dat was gewoon een pepermuntje. Oh. Sam die heeft laatst de blokkentoren van Pip omgegooid. Oh, maar Pip huilt ook altijd wel heel snel zonder reden. Dat is echt niet waar. En Sam die heeft mij dus kaal gemaakt, hè? Ja, dat is gewoon een beetje oud bent. Dat heeft helemaal niks met Sam te maken. Ja, Pip, hè, die kotste vorige week dus helemaal mijn nieuwe blouse onder. Nou, Sam die sabbelt altijd op mijn kleding. Pip maakt altijd van die hele irritante geluidjes, precies als ik wil gaan slapen. Nou, Sam die schopte mij laatst. Pip gooit met eten. Nou, Sam die heeft van die dikke, vieze, vette ruften. Pip, hè, die stoot de meeste stikstof uit. Dat is een rekenfout. Over stank gesproken. Oeh. Ben bang dat het weer ergens tijd voor is. Niet echt wel. Pip poept wel echt heel erg veel. En ze poepen allebei heel veel. Misschien moeten we zomaar wat gaan eten. Ja. Mevrouw, meneer, heeft u uw keuze al kunnen maken? Ja. Ja. Ik zei het toch. Opschepper. Pip die heeft al tanden. Echt niet, dat was gewoon een pepermuntje. Oh nou, Sam die gooide laatst Pim's blokkentoren om. Pim? Wie de fuck is Pim? Pip. Ik weet niet waarom het zo moeilijk is.